PewTube, what up? Het is weer tijd voor een nieuwe Sip of the Month. En dan hoor ik je misschien denken, huh? Een nieuwe Sip of the Month? Wat is dat dan? Ja, er zijn er al twee geweest. En eigenlijk had ik daarbij moeten zijn. Is niet helemaal gelopen zoals het zou moeten. Stukje logistiek, stukje andere redenen. Maakt niet uit, bij de derde haak ik daadwerkelijk aan. En in een livestream ergens binnenkort, of misschien is hij al geweest, zal ik zorgen dat ik die andere Sip of the Month ook nog even inhaal. En het concept wat nader toelicht. Waar komt het op neer? Een handjevol Instagrammers. Reviewen op éénzelfde dag binnen de maand. Hetzelfde bier. Of in ieder geval, dan gooien we het online. Dus dan zie je in één keer de oordelen van ons uiteenlopende smaakpanel, om het zo even te zeggen. En deze maand is het de beurt aan Pulver. Dan zou je gelijk denken, Pulver, nog nooit van gehoord. Ja, dat zal bij meer brouwerijen het geval zijn, vermoed ik. Maar Pulver komt, naar mijn weten, uit de city of Zagreb. En dat is dan weer Kroatië. En ik wou hem gewoon onbezonnen openmaken, maar ik heb al her en der voorbij zien komen dat het bier nogal enthousiast is. Daar is op zich een reden voor aan te duiden. Daar kom ik dadelijk op terug. En daarom schenk ik hem ook heel lafjes en voorzichtig uit. Want het bier heet Smooth, of in ieder geval het is een bier uit de Smoothish serie. En naar ik mij heb laten vertellen, is dit bier gebrouwen met tenminste, ik kijk even hoe die ook uitschenkt, tenminste 50% aan fruit. Dat ongefermenteerde fruit zit ook daadwerkelijk nog in het blik. Dus buiten de koelkast is het een heuse tuinbom. En ook in de koelkast zou ik hem niet al te lang laten staan. Nou, schuimkraag is rijkelijk aanwezig. Ik heb gezien dat het bier ook in deze toestand nog door kan werken. Dus ik moet even opletten. Ja, dat gaat nu ook gebeuren. Klein cheat slokje genomen. Omdat ik dus bang ben dat hij er anders overheen gaat werken. Dus je ziet hem ook nu weer gewoon levelen naar de bovenkant van het glas. Maar de Smoothish. En de naam van deze is What Did a Pig Say to the Warm Summer on a Warm Summer's Day? En het is dus een fruited sour met banana, strawberry. Een smoothie sour, sorry. Met banana en strawberry, met een alcoholpercentage van 5%. Laten we naar de neus duiken. In de neus schrik ik er helemaal niet zo van als menig andere sour. Ik ben niet de grootste sourliefhebber. Ik denk dat dat voor weinig van jullie een verrassing zou zijn. Maar in de neus doet het mij een beetje denken aan die Cool Best Strawberry Hill bijvoorbeeld. Meestal heb ik bij een zuur bier toch ook gelijk dat mijn bek alvast vertrekt. Dat heb ik bij deze niet. En met aardbei en banaan ga ik dan denken dat het misschien wel op zo'n verse smoothie uit de supermarkt gaat lijken. Dus ik ben erg benieuwd in hoeverre dat dan het geval gaat zijn. Want stiekem zou ik dat wel weer kunnen appreciëren in een bier. Dus laten we dan ook maar gewoon naar de slok gaan en kijken of dit bier mij weet te behagen. Van Pulvers uit volgens mij Kroatië. Een smoothie sour met een alcoholpercentage van 5%. En ik vergeet bijna het belangrijkste te vermelden. Met dank aan de Hopshop. Proost. Die eerste slok ligt nog in het verlengde van de cheat slok wat dat betreft. Want dat is vooral Dat schuim is al machtig, zeg maar. Bijna moesachtig machtig. Je zou bijna denken dat het een nitro bier is wat dat betreft. Wat mij direct opvalt, is dat hij niet mega zuur is. En als hij al iets van zuurigheid heeft, dan wordt dat overklast door echt het zoete uit het banaantje vooral voor mij. Ook zeker wel een goede
aardbeiensmaak. Moet kijken hoe die ook aan het glas plakt. Dit is echt wel gewoon een soort van eerder een mixdrankje tussen. Want ongefermenteerd betekent dat dan ook dat het niet is meegebrouwen, pas achteraf is geblend? Vraag ik me nu hardop af. En als ik het zo proef, dan heb ik het idee dat er echt nog wel suikers uit het originele fruit aanwezig zijn. Die pas misschien in een eventuele navergisting opgevreten worden, waardoor het dus van die tijdbloemetjes worden. Maar echt, dik. Ik heb ook het idee dat het glas zwaarder is. Nou heb ik dit specifieke glas, wat overigens dus ook met dank aan de hopshop van Pulvers is. Heb ik voor deze in mijn handen, dus ik ben niet gewend aan de standaard van het standaardgewicht. Maar ik vermoed dat dit een bier is wat aan de zwaardere kant is, zal ik maar zeggen. Maar dit dat er iets van koolzuur op zit, wat niet super aanwezig is, maar dat je merkt dat hij wel lichtelijk prikkelt. Want anders zou dit voor mij zo door kunnen voor een vers geperst fruitsappie. En als je dan een keer een bier in de ochtend moet drinken, dan zou dit er zeker in kunnen zijn. Ver op de achtergrond heb je wel een beetje dat sourie zuurtje. Maar dat is zeker niet vervelend aanwezig. En het gaat gewoon mee in de zuurigheid die een aardbeidje op zich al in zich heeft. Gewoon die milde zuurigheid. En wordt overklast door de zoetigheid die ook gewoon meekomt. Maar door dit voor mij een bier is wat ik heel erg goed kan hebben. En als we dan toplijstjes maken in het hele sour verhaal. Dat zijn kleine lijstjes, want voor mij ze gaan zeker niet verder dan 15/25, want meer heb ik echt niet op. Maar dan staat deze naast de Omnipollo zeker in het top 5. En misschien, voorzichtig aan gezegd, gaat die zelfs wel over die passion fruit, lassi, guave, lychee, lassi goze dinges van Omnipollo heen. Qua dikkerheid, qua mondgevoel absoluut. Qua fruit punch ook absoluut. Misschien dat die Omnipollo net iets complexer is. Dus het is niet een bier wat je met elkaar moet willen vergelijken. Maar in mijn overkoepelende sour beredenatie zou deze denk ik net wat hoger uitkomen. Het kleurtje is misschien niet zo aantrekkelijk als die verse fruitsappies in de winkel. Maar het kan ook gewoon komen dat dit meer banaan is dan aardbei, om maar een zijstraat te noemen. Waardoor die wat meer naar het gele bananige uitslaat dan het rode van de aardbei. Om het al. Weer eens een verrassend zuurig bier. Wat in mijn beredenatie absoluut niet als zuurig bier door het leven hoeft te gaan. Ik ga hier dan ook zeker nog even van genieten. De Hopshop, hartstikke bedankt dat ik dit heb mogen proeven en bij het in de sip of the mond hebben kunnen proeven. Misschien komt er in de sip of the mond, over het algemeen is het één biertje. Maar misschien komt er, want ik heb er twee. Ik moet even kijken wat ik met die andere doe. Ik daar gewoon een Instagram postje van maken. Of toch nog een videootje. Kans is groot dat ik dit zo geproefd heb. Dat dat ook gewoon nog een videootje wordt. Dus ik hou nog even. Volgens mij moet ik überhaupt geheim houden. Wat de volgende sip op de mond wordt. Dus daar laat ik dan maar even geen. Maak ik even maar geen woorden aan vuil. Voor nu zou ik zeggen. Hopshop, hartstikke bedankt. En tegen jullie zeg ik. Aito. Bedankt voor het kijken. Hopelijk tot een volgende sip op de mond. Proost.